Je gaat maar niet vertellen dat je nooit de Grinch hebt gezien. Jawel, dat is dat groene ding van met Kerstmis. Dat groene ding met Kerstmis. Je hebt gelijk, maar die beschrijving was eigenlijk gewoon geweldig. Dat is die groene ding! Wat, de Kerstboom? Yo, lieve mensen van Dutch Gaming en leuk dat je kijkt naar Osiris New Dawn. Ik ben hier gezellig weer met Jay. Hoe is het ermee? Dat zei ik net. Oh, echt? Wat zei je dan? Je zei ja, je moet echt je alien leren. Ja, ik ben nog een klein beetje. Hoe moet het nou dadelijk als we de ruimte ingaan? Je spreekt niet eens alien. Tering, zeg ik. Eerst schieten dan vragen stellen. Oké. Sorry hoor, fucking Tars Vader. Nou, ik ben er klaar voor, jij? Nou, ga dan, hij is op jou te wachten. Hé, kijk, achterrijden gewoon. Ja, verder, nou, oh, jezus. Kan je niet in third person bedoel ik? Ja, kan ik ook, maar ik heb geen achterrijkijkspiegel. Ik ga helemaal achter je dan, tering. Moet je zo niet even vertellen wat we gaan doen trouwens? Ja, we gaan vandaag buiten de map. Want ik had een paar dingen ontdekt in de singleplay. En je komt dus blijkbaar buiten de map. Zit ook nog een wereld waar je dus een soort van B-deel of een A-deel ligt eraan hoe je het wil bekijken. Dus dit is eigenlijk wel dat er gewoon één grote map zijn. Dus niet zeg maar waar je op iets de grond instakt. Nee. Oké, is dat kort. Maar je weet dat het niet een grote ding is, want normaal heb je natuurlijk een limited space, weet je wel. Maar als deze planeet echt zo groot is als het lijkt, dan zou je echt wel fucking veel ruimte moeten hebben. Ja, maar zoals we ook al altijd hebben gezegd, de game is nog niet klaar. Dus het zou in de toekomst kunnen zijn van dat je... Oh, wacht, by the way, één moment. Oh, wacht. Ja, Partition Site B. Ja. Oké. Ja, zo zat ik dus ook van. Ik zat gewoon tegen de border aan te rijden en ik zei van, oh, dit is het tweede deel. Wat? Nou, we gaan eens kijken wat daar allemaal zit dan, hè? Ja! Heb je trouwens drinken bij je ineens, denk ik? Ja, heb ik. Ik heb dat nodig namelijk, ik ben bijna dood. Oké, nou, daar ben je. Ja, we hebben heel wat hulp. Het ziet er echt precies hetzelfde uit, maar precies hetzelfde, ja. Oké, gooi het maar even. Even kijken, inventory. Drup. Meest autistische gooi ooit. Oké, laat je. Nou, je kan niet zeggen dat het precies hetzelfde is. En eigenlijk moeten we eigenlijk ook iets van een mark hier achterlaten, maar oké. Okay. Maar weet je, dat je een beetje aan bekend bent natuurlijk. Even kijken. Wat me wel opgevallen was, het is de wereld ziet er een heel stuk anders uit. Dit lijkt op die oude wereld. Ja, precies. Daar zat ik dus eigenlijk ook al over te denken. Van... Want hier heb je heel veel rubber meteen. Ja. Eeuw. Poink. Moet ik keer rijden. Kutsteentje. Dit lijkt me heel erg op die oude. Ja, zoals ik nu zeg wel, ja. Ik ga eens even kijken deze kant. Ja, yep, dit is die ouwe. Kijk maar. Waar ben je? Ja, waar ben jij? Ik zit bij de... Wacht, ik kan toch de ding ook afstellen? Minimap. Nee, laat het zitten langer eens kijken. Wacht even, ik pak mijn minimap even bij. Dan zet ik wel op de rover. Hoppakee, hoppakee. Pasje. Kijk. Het is ietsjes veranderd, maar het is hetzelfde. Ja. Holy shit. Maar die hebben vaak wel altijd seizoen 1. Want dat is die grote fucking steen die je erachter had. Dit is wat bergje, het is alleen een bergje een beetje veranderd. Hij had eerder zo'n dip in, zeg maar, zo te zeggen. Mm-hmm. Zo'n irritante opstaande rand. Ja. Dan vraag ik me af, als wij dan hier
kunnen we dan ook nog die oude cave vinden die hier zat? Zal die dan ook een purpose hebben gekregen? Geen helaas meer zo'n plutonium. Wat gaan we nog mee te nemen? En de Overwatch. Oh, er komt iets aan. Oh, that's one big fucker. Level 3. Ja, grote. Oh, en hij spuugt ze. Zeg je het? Hallo. Idee. Nee, hij had geen poot om op te staan. Hij was kreupel. Ik vind het best wel cool gewoon. Van, eigenlijk hadden we altijd gedacht van, is hier geen ene ruk en nu vinden we weer iets op de basisplaneet. Je kan mezelf wel weten. Ja, ik vind je wel, want ik heb de map op hoverbike staan, dus ik kan je gewoon trekken. Ik lees het gewoon als je dat nooit meer. Zeg dat nooit meer. ik heb een tracker trace code op je staan. Dat is beter. Maar zeg nooit meer die zin als je wil. Nee, oké. Okay. Ik sta voor wat. Wow, what the fuck are these? Wat? Kom eraan. Aan. Een Colossus. Wie? Is dat niet een van die beesten die ik toen aan had gevallen? Het is een soort van neushoorn. Oh ja. Kever. Hallo. Oh! Wat de fuck zijn dat voor dingen? Ja, ik ga het van je winnen, kerel. Ah, oh, nee, top. Wat van mij? Nee, van hem, van die kever. Een beetje even exploren, wat waar we heen moeten. Het zou daar wel altijd dat ik weer richting terug moet zijn. Het is gewoon links aanhouden dadelijk. Yep. Wauw, deze arc doet me zoveel. Ja, die arc herinner ik me gewoon. Hoe vaak we daar wel niet voorbij zijn gegaan. Om spullen te vinden. Tegen de kraten hier. Ja, dit valt ook gewoon te doen voor mij met het spaceship. Okay. Dit is gewoon wordt gewoon een saaie aflevering van onderzoeken. Ja, maar daar wordt er ook bij gevonden. Godverdomme. Maar ja, ik had de dingen nooit gezien die deze. Ja, ik heb hier een springend spinnetje. Dat is echt. Dat ik. Waar? Ja. Een springspin. Waar? Oké, kijk. Waar? Ben ik weer dood? Fuck. Ja, jij triggerde hem. Ik zag hem niet eens. Je reed er voorbij. Ik zweer je, op mijn map, ik zag niks. Je reed er voorbij. Toen ik dood was, zoomde het natuurlijk uit, weet je. Dus je kan een beetje zien zeg maar, waar alles is. En toen dat gebeurde, zag ik. Ik dacht, hé, wat de fuck, waar ben ik? Toen zag ik je rijden op de achtergrond. Wauw. Maar ik zweer, ik heb hem niet gezien op mijn map, op mijn beelden. De fuck had ik hem. Daar heb ik helemaal naar mijn Deadpool niet gaan, maar gelukkig hebben we niet opgeslagen dus. Ik zit gewoon in de kraten en er gebeurt gewoon niks hier. Ja, daar was ik ook in de kraten. Moet ik terugkomen? Maar ja, we hebben nog niet gezien ingestapt. Klopt, maar ik weet niet hoe het zit met voertuigwijzen. Als we er gewoon uitspringen. Want het game slaat zichzelf wel af en toe naar de cloud. Nou, laten we in ieder geval teruggaan in ieder geval dan. Op ieder geval.
Ja. Of eventjes karten. Waar ben jij eigenlijk? Ja, ik ben waar ben je weer terug kan dan die andere. Oké. Okay. Ik schoon het groene pijltje voor. Ja, ik zie jou. Hallo, taxi? Moeten we naar je respawn locatie toe, ja, of? Hier zo, links naar beneden. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Naar beneden, ik ga naar beneden, rustig gaan. Want hier gaan we weer terug. Nail dit. Die kant op. Ik ga toch goed? Je weet dat je terug het heel vaag aan het doen is bij mij, hè? Je schiet nou naar achter bij mij. Nou, dit is de westside. Ja, moet wij. Oké. Okay. Oké, rijden we terug naar de basis. Jeez. Ja, een benzinewijs hebben we best wel. We hebben nog iets meer dan een kwart tank. Daar heen, daar. Over. Drie kwart tank gebruikt, maar. Dat is niet veel. En ik denk dat volgende aflevering tijd wordt dat we ook de ruimte gaan verkennen. Kunnen we nu ook nog gaan doen? Nee. Dacht je van de zee? Ja, rustig aan. Rustig aan. Dan niet. Heb je me goed neergezet? Ja, ze staat mooi in het groene vakje. Oké, mooi. Als het goed is, zit hij alweer vol. Yup. Zullen we er maar weer een nieuwe hoverbike bij bouwen? Nou, nee, maar als we zo eruit gaan. Want we hebben niet opgeslagen, dan is het goed, is hij weer terug en zo niet, dan maken we er pas weer niet meer in. Ja, ik heb toch opgeslagen? Dat zei je net. Je moet opslaan. Hoezo opslaan? Wie heeft dat gezegd? Hmm. Als je hebt opgeslagen, heb je het voor jezelf verneukt. Want ik ga echt geen nieuwe bouwen. Want ik zeg net, niet opslaan, want als je gewoon lief, dan is alles er nog. Maar nee, Remco, luister nee, niet. Nee, ik luister nooit, nee. God, je zegt hé. Een nieuwe hoven bijbouwen is niet zo duur. We hebben dat alles. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Als ik leave, ja. Dus, you know, dus dadelijk, als dadelijk de aflevering afgelopen is, verder. 100% voor iedereen die kijkt. 100%. We gaan daar allebei leaven. We komen terug en dat ding is geweg omdat Remco weer heeft opgeslagen, zoals gewoonlijk. Nou, ik heb wel liever. We leven wel. Gone! Nee. Ja, waarom? Ach, boeien. Wat maakt het uit dat we één, dan hoeven we toch weer één kwijt zijn? Dat boeit me niet, het gaat erom dat jij gewoon niet luistert. Want ik zeg van, doe het niet, want dat kost je weer resources. Nee. Oh nee, I got this. Hold my beer. Hou mijn bier vast, ik heb dit, jongen. Opslaan. Boeien, het is maar een hoverbike, gelukkig. Ja, jij hebt ook maar, het zijn ook maar hersenen. Moet je altijd zo gemeen zijn? Iemand moet zijn werk goed doen. Iemand moet jou eventjes wakker houden. Daar heb ik een wekker voor, maar oké. Een wekker die niet werkt. Ik ben trouwens ook allemaal spullen kwijt, hè, meneertje, opslaan. Dat had ik gezegd, maar oké. Nee, ik bedoel ook al mijn inventory en shit. Goed dan. En daarom zeg ik, niet opslaan. Oh no, I got this, hold my beer. Dus al die Azurium rij die ik had gehaald vanuit Space. Ja. En al die goede dingen die ik had om zeg maar, te kunnen te repareren en dat soort shit. Ja, die zijn we allemaal kwijt. Want iemand moest vinden ze nodig opslaan voor geen reden. Meneertje koekenpeertje. Ja. Goed, geen wijn. Blame me, maar oké, boeien. Blame you, jij hebt opgeslagen! Nou, en? Wie moet ik dan blamen? De game. De game slaat die op voor je, dat moet je zelf doen. Nou, we hebben een spaceship, je kan weer terug naar boven toe om het op te halen. Maar ik heb niks om mee te slaan.
Je hebt toch je skill tree? Ja, that's it. Maar ik wil alles weer zelf maken. Ja, we hebben de resources. Nou, daar hebben we geen resources mee, want ik heb het laatst vorige keer 4 gemaakt. En we hebben de laatste aflevering alles gespendeerd aan de wall, snap je? We hebben nog resources in de kist. Gewoon voor aan bouwmateriaal en dat soort dingen. Om dat dingen te maken. Ja, maar daar heb ik niks aan. Nou, wat mis je? Vertel. Gaan we alles. Alles. Alles is een groot begrip. Ik mis mijn gun, ik mis ammo, ik mis mijn harvesting weapon. Nee, je gun kan ik hebben. Ik heb een pistooltje voor je, die kunnen we dus ook terughalen. Een pistooltje? Ja. Die had ik niet. Ik had alle ammo voor de assault rifle. In mijn inventory. De heavy assault rifle of de normale? Beide. Nou, de heavy assault rifle hebben we nog in de kist liggen. Maar daar hebben we geen ammo meer voor. Valt te maken, dus dat maakt niet uit. Weet je zeker dat je die kan maken? Volgens mij kan je die gewoon maken via de skill. Nope. Jawel. Tenzij je die helemaal onderin hebt. Nee, die heb ik nog niet, nee. Nee, nou, en ik ook nog niet, dus dat bedoel ik. Nou, dan gaan we weer naar zo'n cave toe, dan halen we daar de ammo vandaan. Maar dat is niet dezelfde. Je hebt normal ammo voor die assault rifle, de normale assault rifle. En je hebt één voor de heavy. En ik heb de heavy. En niet de normale. Mm-hmm. En dat zeg ik niet al een paar keer, maar dat hoor je me, dat versta je me niet, want ik praat Nederlands. Ja, beter dan Turks voor beginners. Ik kan gewoon Zweeds tegen je lopen. Nee, doe me niet. Nou, alles valt op te lossen, uiteindelijk krijgen we alles weer terug. Ja, dat is het probleem. Het gaat erom dat het valt op te lossen, maar het hoeft niet opgelost te worden als jij niet met je domme fucking suffe muts die had opgeslagen. Deze staat je bij. Jongens, krijg je ooit zo'n kind als Remco? Please verkoop op zwarte marktplaats voor elke minimum bot. Wow. Let's help the world a little bit. Wow. Ik heb hier een dingetje voor je, een slaggereedschap. Ja, maar ik wil niet gemeen zijn, maar ik maak me echt zorgen als jij daar echt op jezelf woont. Gewoon echt op jezelf, met niemand anders. Ik maak me echt zorgen. Jij stikt gelijk alles in de fik in de eerste 15 minuten dat je er bent. Oh, hoe werkt deze over? Ik heb hier, wil je nou je slaggereedschap of wat? Ja. Ik heb niks. Ik ben arm. Dat is een visueel grapje. Wat? Dan gaan we golven ermee. Even dat is de reden wat ik eigenlijk heb. Ah, Remco, hallo? Ja? Ik ren terug. Godverdomme zeg, echt. Let's... Hey Jay, ik woon hier op mezelf. Kom een keertje hier chillen. Ja, maar dan wel met een kogelvrij vest aan. Gewoon van bubbelwrap om me heen. Vuurbestendige kleding aan. Ga niet zo doen tegen mij. Als Remco op mijn voordeur belt, dan ga ik al onder tafel liggen. Ding dong. Dit vind ik wel een beetje echt gemeen van je. Dit vind ik niet. Nee, dit vind ik niet jaren. Ik zeg 4 keer niet opslaan. Wat doe jij met je lompe hoofd? Opslaan. Ja, ik verzond opslaan! Ik zeg niet opslaan. Je gaat terug luisteren. Je hoort mij 100% duidelijk zeggen. Niet opslaan. Nou. Ik zeg geen tiet opslaan. Ik zeg geen fiet opslaan. Ik zeg geen wiet opslaan. Zijn we klaar? Voor de mensen die niet Frans spreken, wiet betekent snel. Dus hij kan misschien denken van, oh, even dat eventjes, you know, dat vertalen naar het Nederlands. Wiet betekent snel. Oh, ik moet snel opladen als we terug zijn. Nee, ik spreek gewoon Nederlands. Godverdomme zeg jij. Nee, jij kan vast kogelclipsen maken, denk ik. Ik kan helemaal niks. Dag en dag. Want ik heb alle melee dingen gehaald, snap je? Ja. Waarom pak ik... Ja, ik duurt het al lang. Jij dropt ze, ik loop erheen. Nee, ik pak ze op. Stel van, hey, moet je koekje? Hier is koekje. Nee, oh weg. Ja, vond het. Echt.
bergkoekje weg. Ja, voor mij, ik weet alleen niet wat voor munitie erin kan, maar oké. Ja, nou wil ik niet zoveel zeggen, Remco, maar voor mij hebben we er niet eens munitie voor. Nope. Want ik had alles in mijn inventory. Nou, dan gaan we naar de, gaan we naar Kevi toe dan, hè? Ja, daar. Alles komt vanzelf goed. Gemke, moet ik je zus lang varen? Zelf doen. Nee, mijn zus is het niet. Ja, nou, doe ik het zelf wel. Godver, ik. Rustig, ja, hè? Huh? Tering, tieners. Rustig, man, het is maar een game. Ja. Mistakes were made, oké? Okay? Alleen gebeuren ze wel heel vaak. Jongen, als je iemand per ongeluk doodslaat, ja, per ongeluk, je steekt je arm uit of zo. Datzelfde geldt, je rijdt in de auto, ja, dan komt een scooter aan je linkerkant. Je doet per ongeluk je deur open, je slaat hem van je scooter af. Dat kan één keer gebeuren. Maar als je 11 keer achter elkaar doet... Hallo, dit is de eerste keer dat we deze fout hadden, dus dat vind ik... Nee, ik heb het gewoon over jouw lompheid. Daar heb ik het over. Ja, maar dat is het ware aard van de PC. Dan is het geen per ongeluk meer, dan maak je er gewoon een sport van. Zeg ik. Ik hou wel van sports maken, maar oké. Okay. Wat? Van sports maken of van sports maken? Van sport van maken. Maar ik ben gewoon lomp, oké? Okay? Dat geef ik ook gewoon toe. Ik ben gewoon een lomp, lul. Ja, daarom okay. Zeg ik. Boeien. Dat zeg ik. Natuurlijk, het is een grap bedoeld voor iedereen die kijkt, maar ik vind dat een grap als Remco voor het stemmen. Stel, ik ga bij Remco eten of zo voor de grap, met weet ik van wie, en hij doet de gasfornuis aan, hij draait dat ding één keer naar rechts, niet eens de warmte aan, alleen op welke stand. Hij zei bijvoorbeeld op pizza, en dan ga ik al gelijk met mijn vingers in mijn oren zitten, alsof er een explosie afgaat. Van, oh fuck, we gaan af! Wauw, nou ben je gewoon mee bezig tegen me. Wauw, gemeen bezig, serieus. Serieus? Ja, nou ben je gewoon gemeen. Nergens heb ik niet verdiend. Hoe oud ben je? 24, boeien. Nou, gedraag dan niet als een kind van 14, alsjeblieft. Nou, jij reageert een beetje als een overbejaarde man. Nou, maar dat klopt ook, ben ik meer volwassen dan jou. Nou, dan ga je ook zelf de pijp uit te maken. Maar dat maakt niet uit. Liever sterf jong met veel wijsheid dan sterf laat ons vak. Hey. Knip die maar in je schaamhaar. Wat? En hiermee moet ik een spel bespelen. Jij neemt het maar uit. Nee. Ik wil nu veel zeggen, maar voor mij was jij de eerste en de laatste die zei van: oh, kom eens, Cyrus Newton aan het spelen. Volgende keer gaan we Space Engineer doen. Oh, for fuck, nee. Ja. Echt niet. Ik heb liever dat 3 wespen met mijn reet tekenen dan fucking dat spel gaan spelen. Liever met jij reet gaan tekenen? Ik zeg, zie je wel, zie je, en dat noemt mij oud. Voor mij deze, hij heeft gewoon gehoorparaat nodig. Ik zeg, ik heb liever dat 3 wespen mij tegelijkertijd in mijn reet steken dan dat ik dat fucking spel ga spelen. Nou, ik zat toch in de buurt met die. En ik ben allergisch voor wespen, dus je weet, dan snap je zeg maar hoe graag ik dat niet wil spelen. Ja. Nou, ik zat toch in de buurt goed. Nou, kat is het wel goed. Ik wil iets in mijn reet steken of spelen of weet ik wat je zei. Vergeleken met bijen of wespen die in mijn reet steken, iets totaal anders. Ja, waar wou je dat laatste stuk pleurismuur hebben? Bij de M van muur. Hier zo. Hier zo. Daar zo. Wat de fuck ben jij? Hier, plunder ik het. Waarom loop je die kant op als daar geen muur hoeft? Waar is muur, Remco? Nou, daar is muur en daar is muur. Ja, je weet geen muur. Wat verdomme zeg. Kom hier. Ik wou zeggen, je gaat het niet zeggen. Je keek me aan. Je gaat niet zeggen dat je me nu niet zag, hè? Jezus Christus. Ja, dus kijk, er zit een verschil, hè? Ja, maar jij valt ook niet op met die kut camo, dus. Welke camo? Nou, dat zwart met rood. Maar, dit is als oranje-bruin kan gaan. Dit is groen. Ik
vloek assertief is. Nou, poging 2. We gaan even nog een keer kijken. Kijken of mensen de stip kunnen vinden. Poging 2. Ik ga op dezelfde plek staan. Nou, ik zweer je echt. Het lijkt net alsof er een klein zwart streepje in die rotswand zit. Net alsof er een scheur zit. Ik zweer het je. Ja. Dan kan je, moet je maar zo meteen maar van deze week maar kijken. Ja, dan ben je echt blind. Nee, het spel heeft gewoon geen goede visuele kleurcombinatie. Jij speelt het spel. Nou, zet die kutmuur neer. Dat past niet tegenaan, dat hadden we al geprobeerd. Dan gaan we deze kant verder. Hoi, schipje. Ik heb je een beetje mishandeld vandaag, maar oké. Okay. Wauw. Ik ben op YouTube. Niche. Vandaag is rood. Oh, hij was groen. Oh, ja, prima. Fuck it. Maakt niet uit, gewoon een neerflekje. Hihi, ga de douche. Bedankt! Je moeder. Het is het enige wat ik gaaf vind aan het spel. Zeg maar, het doet gewoon niet, weet je wel. Oh, laten we gewoon eventjes automatisch iets flatten, weet je wel. Dat moet ze echt erin hebben. Ja, dat klopt, ja. Als er niet, dan komt de Grinch halen. De Grinch? De Grinch. Ah, de Grinch ook. Je gaat maar niet vertellen dat je nooit de Grinch hebt gezien. Jawel, dat is dat groene ding van met Kerstmis. Dat groene ding met Kerstmis. Je hebt gelijk, maar die beschrijving was echt gewoon geweldig. Ja, dat is die groene ding! Wat, de kerstboom? Nee. Die is ook groen. Nee, dat is dat groene ding wat in een ijskoud bergtopje woont. Dat is Doverschmish. Doverschmish. Oh god. Wat? Dat ene ding wat helemaal naar boven... Wat? De fucking verschrikkelijke sneeuwman met een groen t-shirt aan. Ja. God, wat zal ik zeggen? Mensen. Ja, nee, de kerstman draagt vandaag. Hij houdt niet meer van rood, jongens. Hij is overgestapt naar groen. Het is de Grinch! Jongen, jij bent echt gewoon geniaal. Jij zou eigenlijk stand-up-comedian moeten worden. Jij gaat daar gewoon staan en je lult maar gewoon over van alles. Mensen lachen automatisch. Ja, door mijn bedek, lul. Godverdomme zeg. Maar mensen, doe een blauw duimpje omhoog op deze video als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneren en tot de volgende keer met Skitu. Later.